Hallo daar mensen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Superboerenmissie. De FIFA 16 Superboerenmissie. Door iets wat fout is gegaan hiervoor heb ik twee handelingen overgeslagen in deze video. Want er was een opnamefout gegaan. En we hebben in ieder geval die speler die te koop stond van Maritimo, die toekomstige eerste speler zou zijn. Die hebben we gecontracteerd. Die zit nou bij de selectie als het goed is. Tenminste, dat weet ik nou niet eens. Dat hebt hij wel. Hij heeft me geen antwoord gegeven. Maar dat is toch een kut. Dat is toch een kut. Zo heeft hij nou niet gereageerd, jongens. Verdomme. Hoe moet ik nou mijn Andes Cortado doen? Hoe kan ik die ooit gaan kopen, joh? Denk nou eens na, man. Ga gewoon door met die updates. Wat op. Waar kom ik? Ik zag daar FC Utrecht. We spelen tegen FC Utrecht. Ja hoor. Nou ophouden met die updates, want ik word er helemaal gek van. Wedstrijd simuleren. Thuis tegen FC Utrecht. Was het FC Utrecht? Nog plek. Vijfde plek. Ah, dat is wel decent. Dat is decent. Twee winst, twee gelijk, nul verlies. Dat is toch lekker, zeg maar. Moet ik ze vanuit. Maar voor nu wil ik even van ze winnen natuurlijk. Thuiswedstrijd tegen Utrecht. Come on, superboeren. Come on, superboeren. Ben Halle. Dus dat speelt van Halle niet. Is hij geblesseerd of zo, of is hij weg? Nou ja, lekker drijven. Jans is geblesseerd. Het is niet de eerste keer dat hij geblesseerd is. Amrabat, 10 minuten erin, pak 5 kill. En daar is iets kort 1-2. Dat is toch wel kut. En dan verliezen we de wedstrijd. En dan kunnen we u terug van haar tegen. Of je niet tegen mij. Dat is toch wel kut. Ik ga hem krijgen in mijn speeltijd. Ik wil vaker in de selectie worden gedaan omdat ik meer speel moet dan ik van de laatste heb gehad. Nou kan je met Darfy. Je mag dat van mij zijn vinden. Maar waar sta je? Daar in Darfy. Yes. Dat zou sowieso hier staan. En dan ja, inderdaad voor Smeets. Ja, Smeets. Nou, weet je, je krijgt gewoon een speeltijd en we zien wel hoe je het gaat doen. We zien wel hoe jij het gaat doen. Zo, gaat niet helemaal goed, jongens. Ik heb wat in mijn keel zitten, ik weet niet wat het is. Ramslaag van niet in de smaak. Nou ja, dat gaat nou weer op. Hartstikke leuk voor ze, jongen. Ado uit. Kom maar op. Dan ga ik een gele kaart verworven voor. Maar dit moeten we toch kunnen winnen, denk ik. Lijkt wel af naar 1-0. Verdomme. Dat is niet best, zeg maar. En Wilgers geblesseerd, halve naar 2-0. Oh, wat is jammer. Ik heb een zele mis strafschop, maar scoort daarna wel gelijk. Nog eentje erbij. Ah, Duplan. Niet hun eentje erbij, jongens. Hè. Kom op. En dan verliezen we met 3-1 van ADO Den Haag. Au, Den Haag. Mooie stad. Achter de duinen. Kijk eens op, joh. Wat is dit nou? Ik ga ineens midden in een opname het stopwatch aan te zetten. Ik ga de telefoon uit, omdat er dan een of andere advertentie in beeld komt. Dus nou weet ik niet wanneer ik hem kan stoppen. Dus ik stop me gewoon op de 8 minuten en dan zie ik hoeveel ik heb opgenomen. Ja, alles gevonden in Schotland. Mooi, dus dat hoef ik geen update meer te krijgen. Thuiswedstrijd tegen Sportclub Heerenveen. We staan 17e. 17e. Dat is wel kutjes. Maar ja, we gaan proberen hier het beste van te maken. En dan spelen we nu tegen Heerenveen. Sportclub Heerenveen. Er staat 1-0 achter de loop van Slagveer. En dan 0-2 door Mitchell tevreden. Ja, dat is toch wel kut, hoor. Is toch wel kut. Dan gaan we gewoon weer met coach Cabecele. Cabecele, ik weet niet hoeveel heeft hij eigenlijk op sportje. Niet normaal, want die scoort best wel veel. Seizoen, spelersstatistieken, topscorers. Cabecele, 4 goals al.
Nog drie. Nou, dat is veel. Op deze van Nederland is dat nou ook weer klaar. Ik ga een tie 4 net spelen en dan... Kijk je dit. Ziek, je hebt hier. Nou, dan gaat ze meestal wel weer voetballen. Ja, maar ik had het eigenlijk niet leuk geprobeerd. Maar nu wil ik even dat mijn spelers wel omhoog gaan. Ik zie niet echt dat ze eruit gaan in het daar. Maar dat. Nou ja, in ieder geval, we gaan gewoon verder. Centrum verdedigen. Verder niet verdedigen. Dat is niet helemaal lekker voor mij. Ik zal ook wel aan mij te horen zijn. Nou, ophouden met je updates, ook ik helemaal gek van in aan Twente uit. Maar lastig, lastig weer. Weer lastig. Cabecele, 0-1. Dat is toch wel even lekker zo vroeg in de wedstrijd. Dat is ook voor vertrouwen. Ik ben blijf lang 0-1 hoor. Oh, dan komt Tim Hulsje. De 1-1 erin schieten. Dat is minder. Maar Kortje pakt rood. Dan valt er misschien nog wat te halen hoor. Oh man, superboer. Ja, 1-1, ik teken toch? Dit neem je. Ja hoor. Het gewoon tweede punt, of de vierde punt is binnen. We stijgen gelijk een plek. Kan ik met de server binnen net? Oké, nou dat zou wel. Hoeven wij niet te gaan melden. Dat is toch iets. Ik heb zo'n heel zwaar ding in beeld. Danilo van der Horst, dat gaat nou zeg maar. En dan zie ik weer een persconferentie, dus het zou wel weer een Gelderse derby zijn. Of PSV of Ajax, ja, het wordt PSV. De grootste angst. Hoeft allemaal niet, jongens, kom op. Thuis tegen PSV. Nou, cool, misschien is het nog met motivatie dat de Raadschap toch even die wedstrijd goed kan afsluiten. En dan... persconferentie van Ajax, 1 uur, 0-1. Dat is Maxime Lestie en die ga ik er nog 1 maken. En dan gaan we toch 0-1 in rust. En dat vind ik nog niet zo heel gek. En dan is er nog van alles mogelijk natuurlijk. Golf, Ramselaar. En Parijo is gewoon 2-0-2. Het zou leuk zijn als Cabecele. Maar Peters mag ook. Het is gewoon 2-1. Dat vind ik nog niet eens zo heel gek. Tegen PSV thuis. Peters scoort eindelijk. Misschien is hij in vorm. Maar Cabecele, had hij de laatste sessie niet gescoord? Zat hij nou niet op 5? Ja, ik zat wel op 5. Ook het zijsverlie, die heeft er opeens in 2 wedstrijden 3 of zo gemaakt. Misschien wel 4. Peters scoort eindelijk. Kas Peters, ja. Aanbieding bondscoach van Finland. Niet helemaal lekker ofzo. Wat is dit nou allemaal? Ja, niet helemaal goed voor mij. Gewoon de coach van... De Raashap, jongen, ik ben een superboerencoach. Ben geweest met Finland. Wat zit nou hier? Heusingveld, nou echt niet. Je moet er wel je best gaan doen als je wil winnen van Jurjus. Cambuur uit. Ja, dat is toch een. Directe concurrent. Cambuur uit. In het echt hebben we die gewonnen. En we staan nu gewoon weer voor met Kas Peters 1-0. En hij heeft de smaak te pakken in. Als Cabecele dan ook nog een keer kan scoren. Niet eentje dat alle in eentje kan scoren. Dat is nou ook dat Cabecele wordt gewisseld voor mij. Prupper is geblesseerd. Dat is minder. Maar 0-1. Ik neem hem op. Kas Peters 0-2. De held is back. Kas Peters. Ja. En dat is onze tweede overwinning van het seizoen. En we stijgen naar de 14e plek. En dat is lekker hoor. Dat is lekker. Oh, een Prupper. Oh, 9 dagen niet kunnen spelen. Dat is minder. Oh, dan spelen we weer een Gelderse derby tegen NEC. Nick Nijmegen. Ga nou eens weg met die update, man. Thuis tegen NEC. Ja, dat moet wat te halen vallen, denk ik. Ik zal onder ons Gelderse, NEC. Dus ik kan wat te halen vallen. Nou, kom op. Smeets pakt de gele kaart in de 9e minuut. En dan staan we 1-0 achter door een doelpunt van Christian Santos. Dat is minder. Kom aan de Graafschap. Kom aan. Zit hier met spanning hoor. Moet even die 1-1 maken.
En dan staat 0-2. Christian Santos. Ja, en dit is pijnlijk. Dan verliezen we van een club die onder ons had gestaan. En nou staan wij zelf in 17e. En dan zouden we toch wel weer moeten winnen, jongens. 0-2. Oeh. Dat is ook geen club die in topvorm verkeert, volgens mij. Ja, ik hoef geen bondscoach van Zuid-Afrika te worden, jongens. 0-2, hoor. Die zat gelijk met ons. En daar mogen we niet van verliezen, anders, hè. Daar mogen we niet van verliezen. Kom on, de Graafschap. Oh, jongens. Spanning hier. 1-0 door een doelpunt van Anouar Kali. Ai, ai, ai. Die jongen die Christopher Peterson op zijn kaak heeft geslagen. En zijn kaak heeft gebroken. En dan gaan we van, ik denk dat we gaan vliegen. Ja. Ja, Nick van der Velde. Ja, en dan scoren we altijd de aansluiting treffen in de 88e minuut zo. Nou ja, in ieder geval, we staan nog steeds geen laatste. En de Graafschap heeft wel een wedstrijd minder gespeeld. En dan spreek ik jullie, ga ik deze aflevering afsluiten. Dan spreek ik jullie weer de volgende keer. Dan vraag ik jullie om een like achter te laten en te abonneren als je het nog niet gedaan hebt. Zet ook even in de beschrijving waar je ervan vond. En of de muziek past, natuurlijk. Want ik heb deze in de vorige aflevering gelijk achter elkaar opgenomen. En er komt nog een aflevering die ik gelijk opneem. Dus de eerste drie afleveringen die nu komen, die zijn achter elkaar worden opgenomen. Dus ik heb niks aan jullie comments. Pas bij de vijfde aflevering. En dan spreek ik jullie weer bij de volgende keer.